En als Hans gaat helpen, dan ik ook. Amai, Hannes, gewoon werkgerief. Werk, dus ik kom mijn hulp aanbieden. Oh, ja. Ja? Kan ik iets doen? Ja, ja, tevreden. Want ik was die schuiven van die kast eigenlijk een beetje beu. Dat zijn alle planken. Oké. Kastjes in elkaar stoppen. Ui, heel plezant. Schuifje 1. Amai, Hanna. Dat is wel echt heel snel. Nou, ik heb keiveel bloed verloren. Ik heb een handnetje. Zeg dat nog eens. Jij bent heel handig. Ja, echt. Een inzicht. Enfin, Kastje ziet er al goed uit. Gij kunt voort. Ja, echt heel goed. Heel goed geholpen. Hè. Allee, kastjes ineensteken is tegenwoordig ook verbouwen, of wat? Niet echt het verschil kon maken, hebben Pieter en Alexandra misschien meer aan een... Zit je mee aan het lachen, of wat? Een beetje. Zeg, ik heb een verrassing. We hebben gezegd, aannemers dit jaar mag niet. Maar we hebben niks gezegd over presentatoren, hè. Dus ik kom helpen. Jij komt helpen? Ja. Zeg maar wat ik moet doen. Zeg maar wat ik moet doen. Ze heeft gezegd, gebruik mij. Doe ik het goed? Doe het perfect. Wat zeg je? Hoe goed doe ik het? En uiteindelijk... Bonkers. Ontvangen van onze blokpaparazzi. Dus ook al heel veel extra verbouwbudget uitgedeeld. Inderdaad, maar er is een zeer grote maar, want de deadline nadert. Over exact 36 uur moet de slaapkamer af zijn. Ik ben dus zeer benieuwd wie gaat voor de deadline of wie kiest voor het spel. Met andere woorden, wie zijn de speelvogels en wie de echte verbouwers.